gisteren moest ik de kinderen onder schooltijd naar huis sturen, omdat ik er toen pas om 8:30 achterkwam dat iemand positief getest was. Maar dat is na 20 september verleden tijd, maakt het kabinet gisteravond bekend. Nu moeten scholen nog hele klassen naar huis sturen bij één besmettingsgeval. En dat is vooral voor ouders erg onhandig. Maar dan heb je wel ineens je kind bijvoorbeeld 10 dagen thuis. En niet voor alle ouders valt het even makkelijk te combineren met hun werk. Even wachten, jongens. Ja, ga maar even via groep 8 en regel het. Maar ook de gevolgen voor de kinderen zijn enorm. Groep 8 reageerde emotioneel toen ze gisteren plotseling naar huis moesten. En die hadden aankomend weekend ook een aantal activiteiten, waaronder een aantal leerlingen met elkaar. En als je in quarantaine moet, gaat dat niet door. En ik merk met name dat kinderen daar enorm tegenaan lopen. Eigenlijk is een sociale leven al 1,5 jaar... min of meer ontwricht, kun je wel zeggen. Voor ouders en kinderen is de versoepeling een uitkomst. Personeel maakt zich wel wat zorgen. Omdat als er nu maar 1 leerling naar huis gestuurd wordt, je eigenlijk niet weet of er onderling al een besmetting heeft plaatsgevonden. Zoals ik net al zei, heb ik een aantal leerkrachten die zitten in de risicogroepen. Dus die vinden dit wel heel spannend.